Jan. Ja, het is het verhaal van een BRT-cameraman die op zekere dag van de redactie het bericht kreeg per telefoon dringend vertrekken naar Narbonne in Frankrijk. In Narbonne was namelijk een boerenbetoging gepland en hij moest daar naartoe. De man belt zoals het hoort naar zijn geluidstechnicus. Ah, ik dacht Narbonne in Duitsland. Nee, wacht. Ah. Daar gaat mijn grap. Het wordt een moeilijk verhaal. Dat komt er nu. Ja, maar zeg. Samengevat. Samengevat. Afgang. Afgang ja, noemen we dat. Samengevat, die man is die. Ja, maar hoe doen we het nu? Ja, maar die vertel verder. Het verhaal verder vertellen. Ja. Maar iets korter, want de point is nu toch weer. Ja, een beetje boven. Goed. Vertel het eens het einde, Jan. Ja, oké, okay, goed. Dus de cameraman belt naar zijn geluidsman. Dan zegt dan de geluidsman, ja. U moet dat nu verder. Zegt dan de geluidsman... Hij dacht eerst nog dat het naar Afghanistan was. Nee, dat vroeg niet. Wat is dan Afghanistan? Dus, dank u. Dus cameraman belt naar geluidsman. Geluidsman zegt, oké, dan vertrekken we. Naar Bonn zegt hij. Zegt naar waar? Dus geluidsman zegt, naar Bonn. De bon. Cameraman zegt, naar Bonn. Bonn zegt hij. Ja, Bonn zegt de geluidsman. Naar waar? Ja, naar Bonn. Volgende dag... Bonzaai, Bonn. Vertrekken ze samen. Vertrekken ze samen, landen in Frankrijk. Dachten dat ze in Duitsland waren. Wordt dat heel moeilijk. Vraagt de geluidsman aan de cameraman, zegt de geluidsman aan de cameraman, wij zijn in Frankrijk, blijkbaar in Toulouse. Zegt de cameraman aan de geluidsman, wel ja, natuurlijk. Zegt de geluidsman aan de cameraman, maar... Maar, zegt de geluidsman aan de cameraman, moedig doordoen. Ik heb... Wat een laf, kan ik zeggen. Ik heb Duitse marken bij. Ik dacht dat het... Want hij had begrepen dat ze naar Bonn gingen. Nee! Ja. Wat een plaats, zeg. Oh, my. Voilà. Ik was waar. Ik waren dat niet waar. Wim zegt dat niet waar is. Waar? Wacht, dat is goed. Het is nog niet gedaan hoor, het gaat nog verder. Zegt de geluidsman. Hij heeft toch al gezegd dat het niet waar is. Ja, want is daarna zijn ze nog naar Calais geweest, maar dat hebben ze niet gevonden, want ze zagen alleen een bord staan, Pas de Calais. Ja. Hallo, geen lampen. Ja, 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 ja. Zegt de cameraman aan de geluidsman, ja, maar we zijn in Frankrijk. Nee, zegt hij, we zijn in Bonn. Ja. Ik dacht dat we... dacht dat we in Duitsland waren, maar het is niet waar, ik heb Duitse marken bij. Dat is precies eenzame hartenberooien, zie. Heb je nog een verhaal? Ik heb gedaan, Jan. Ja, wacht, straks gaat nog verder. Oké. Okay. Nee. En een jaar of 9 geleden ben ik van mijn echtgenote gescheiden. En zoals dat vaak gaat met mensen zoals wij die wereldberoemd zijn in Vlaanderen, gingen er dan onmiddellijk roddels en een hele mooie roddel was dat ik er met de vrouw van Raymond van het Groenewoud vandoor was. Voor wie is dat een mooie roddel? Voor haar of voor jou? Dat laat ik in het midden. Okay. Nu, daar was eigenlijk een grond van waarheid in. Want mijn nieuwe partner heet Lena. En voor haar heeft Raymond van het Groenewoud het liedje Bleke Lena geschreven. Bleke Lena, bereken. Wim, waar of niet waar? Niet waar. Goed, de enveloppen. Ik doe hem open. Voor 113.000 of voor 13.000 frank. Je mag zelf kiezen, Wim. Welke neem je? Jan van Rompuy. Jan van Rompuy, was jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was waar. Hoi. Hoi. Ah, ja. Wim, je mag kiezen. Stoem zich. Jacques Vermeire. Jacques Vermeire, was jouw verhaal waar of niet waar? Waar. Je mag kiezen, Wim. Waar of niet waar? Dat zal ook wel waar zijn, denk ik. En het was inderdaad niet...